Ja, ik ben mijn hele leven al gek geweest van kinderen. En ik verlang ernaar om papa te zijn. Ik verlang ernaar om een kleine Robbie of een kleine Anne te zien rondhuppelen. En mijn liefde te geven aan die persoon, aan dat kleine mensje. Dat lijkt me gewoon heel bijzonder. En die liefde is er altijd geweest. Ja. Anne heeft het anders ervaren dan jij. Jij was heel blij. Je voelde je al vader, denk ik. En Anne die dacht, oh shit. Dat begon al dat de zwangerschap eigenlijk niet gepland was. Wij maken gebruik van een, dat heet Lady Comp. Dat is een kastje wat, ik zeg altijd blazen, maar dat klopt niet helemaal. Het meet de temperatuur bij Anne. En eigenlijk op basis daarvan weten wij of we een voorbehoedsmiddel moeten gebruiken of niet. En Anne die was ziek geweest. Had koorts gehad en het kastje gaf aan dat we seks konden hebben zonder voorbehoedsmiddel. En we hadden al een gevoel erbij van, kan dit echt wel? Maar goed, in the heat of the moment gingen we er vol voor. en toen, anderhalve week later, dan wisten we niet dat het kastje dat ook kon. Maar begonnen alle lampjes in de kleuren van de regenboog te knipperen. En zei Anne, oh shit, om 6:00 's ochtends, maandagmorgen, ik weet het nog heel goed. En ik schrok eigenlijk direct wakker. En toen zei ze, Robbie, volgens mij ben ik zwanger. En ik zat echt met een enorme big smile op mijn gezicht. Want dit is wat ik altijd al wilde. Maar Anne de reactie was eigenlijk een enorm contrast, zeg maar. Die schrok enorm en vervolgens barstte ze echt in tranen uit. Omdat ze heel haar wereld zag instorten en heel haar planning die ze voor ogen had. Dus daar zag je eigenlijk al een heel groot contrast tussen, het was niet gepland en voor mij was het echt een cadeau en voor Anne was het echt, dit wil ik helemaal niet. Dat duurde echt eventjes, zeg maar, ik denk zo'n week of 3, 4. En op een gegeven moment kwam er gelukkig ook een ommekeer bij Anne, maar dat is best wel een heftig proces geweest waarin we ook heftige gesprekken hebben gevoerd, zoals abortus, waarin ik best wel boos werd op Anne van hoe kan je dat nou zeggen. Want ze dacht erna om het kindje weg te laten halen. Ja, ik weet niet of ze er serieus over heeft nagedacht, maar ze wilde het in ieder geval wel bespreken. En ik vond het al lastig om eigenlijk die vrijheid te geven, om het te bespreken. Want ik dacht, hoe kan je dit in vredesnaam, hoe kan dat überhaupt in je gedachten opkomen? Dus dat was best wel een heftig proces. En uiteindelijk, dat was wel bijzonder, kwam er een ommekeer bij Anne. Dat gaf mij eigenlijk ook een soort van toestemming om het ook veel meer te ervaren en het echt dat gevoel van blijdschap bij mij te omarmen. Nou, en eigenlijk toen we dat net hadden gedaan, toen rond de 8e week zou eigenlijk het hartje gaan kloppen. We kregen een melding in de app en dat was eigenlijk de dag dat Anne begon te bloeden. En dat was super pijnlijk. Het was, ik had echt al dat vadergevoel. Voor Anne is dat natuurlijk compleet anders. Die voelt echt fysiek iets uit haar stromen, letterlijk. En voor mij was het alsof er een luchtkasteel werd doorgeprikt, zeg maar. Ik had mij echt een droombeeld voorgesteld. Dus dat vadergevoel was daar eigenlijk al heel sterk. En ook in onze dynamiek daarin was het dus daarna dat ik eigenlijk bij Anne zag natuurlijk verdriet, het eerste moment. Maar daarna ook opluchting. En bij mij was het vooral dat ik zag mijn wereld ook instorten. Dus waar Anne dat eigenlijk 8 weken daarvoor had, had ik het op dat moment. En dat is heel pijnlijk geweest ook tussen ons. Dat ik het wel echt zag als een kind. Wat nu naar de hemel was gegaan al veel te vroeg. En Anne zag het eigenlijk iets meer als een bevruchte eicel. En misschien moest het wel zo zijn, zeg maar, dat het niet ter wereld zou komen. Dus dat is best wel... In onze relatie is dat echt best wel heftig geweest. Op welke manier zorgde dat voor wrijving dan tussen jullie? Nou, dat ik... Ik ben iemand die überhaupt niet heel... Ik kan goed mijn gevoel delen. En tegelijkertijd heb ik ook door mijn opvoeding wel geleerd om, zodra er iets heftigs gebeurt, om het weg te stoppen, zand erover en doorgaan. En dat in combinatie met dat Anne eigenlijk al snel aangaf van, we gaan het niet hebben over dat het echt een kindje was. En dat we het misschien wel een naam zouden moeten geven. Dat maakte, zeg maar, dat ik en dat gevoel wegstopte, maar dat ik ook de angst had van, ja, ik ga dit niet bespreken, want dit is gewoon ook veel te pijnlijk, zeg maar. Want daarin liggen we ook uit elkaar. En had ik dus ook de angst dat we daardoor juist verwijdering zouden krijgen tussen ons. Als ik zou vertellen hoe het eigenlijk zich in mij afspeelde. Ja. Dus dat heb je lange tijd niet gedaan? Klopt. Ja, het is echt weggestopt. Bij mij was het in het begin, merkte ik dat ik heel erg geleefd werd en was ik super vlak. Bij mij heeft het heel lang geduurd voordat ik mijn emoties ook echt kon onderscheiden van ja, wat voel ik nou echt? En het was eigenlijk onmacht, woede, waarom wij? We hebben alles goed op orde, we hebben een vaste baan, we hebben een mooi huis, onze relatie zit goed. Waarom moet ons dit overkomen? En die waarom-vraag, dat leefde bij mij juist weer heel veel emoties op en werd ik emotioneel van. En ik kon dat heel moeilijk uiten, ik wist niet goed hoe. Ik wist ook vooral niet hoe ik het onder woorden moest brengen. Ik voelde heel veel, maar ik kon niet onderscheiden wat ik nou voelde en kon het ook niet uitleggen, zeg maar. En dat is ook wel lastig geweest tussen Klasina en mij om... Ja, ik voelde wel heel veel, maar ik kon niet duidelijk maken wat ik voelde. En dat was voor haar soms wel lastig, omdat zij soms dacht dat ik maar doorging, want ik stopte het eigenlijk weg. Terwijl zij juist wel heel erg goed met haar emotie om kan gaan, ze kan het goed benoemen. Dat zij zelfs wel eens aan zichzelf begon te twijfelen van hé, blijf ik er niet te lang bij stilstaan, want het lijkt alsof Tom doorgaat. Maar ik ging niet door, alleen ik wist gewoon niet hoe ik ermee om moest gaan. En dat komt ook eigenlijk van, ik heb een supergoede jeugd gehad, ik had een hele stabiele thuissituatie, ik heb nooit met tegenslagen te maken gehad. En dan nou ja, komt een van je kindjes te overlijden en dan, ja, ik durf wel te stellen dat dat eigenlijk de grootste tegenslag is die je kan meemaken in je leven. En wat er op dat moment qua emotie ook vrijkomt in je lichaam, dat kon ik totaal niet plaatsen. En wat voor emotie voelde je dan? Ja, boosheid, verdriet, onmacht. Ja, letterlijke pijn soms, echt pijn in je hart. Daar had ik wel eens mensen over horen praten, maar ik had dat gelukkig nog nooit ervaren. Maar ik herken nu, ja, het doet echt pijn in je hart. En ja, ik vond het gewoon super moeilijk om dat een plek te geven en om dat te uiten. Na het verlies van Mees zijn wij in het begin helemaal niet bezig geweest met dat we nog een kinderwens hadden, dat we nog een derde kindje wouden. Alleen uiteindelijk merkte ik bij mezelf dat ik wel heel sterk de wens voelde om nog een keer vader te worden. Om Melle een broertje, ik gunde Melle een broertje of zusje. En om het hele proces een keer te ervaren zonder dat je iedere week in het ziekenhuis zit. En dat je het proces van rouw daarna, dus dat je gewoon een min of meer onbezorgde zwangerschap zou beleven. Ook al wisten we dat er altijd spanning te kijken kwam. En Klasina die had eerst de wens niet zo en uiteindelijk wou zij het ook. En op 31 december had Klasina een positieve test. En ik weet nog goed dat we elkaar omhelden en huilden en super blij waren. Maar wat daarna gebeurde was eigenlijk wel heel bizar. En dat was dat we direct in een zelfbeschermingsmode vlogen. Van we weten dat het ook nog mis kan gaan. Dus eigenlijk hebben we elkaar één keer geknuffeld, gehuild. Zijn we blij geweest. En daarna hebben we het er bijna 7 weken denk ik bijna niet met elkaar over gehad. Omdat we gewoon weer heel erg bang waren om weer een kindje te verliezen. Nou hadden we gelukkig dat we direct heel veel echo's kregen in het ziekenhuis, onderzoek in het ziekenhuis en alles leek goed. We hadden 4 echo's gehad, we hebben een niptest laten doen, die uitslag was goed. Dus daarna hebben we ervoor gekozen om Melle te vertellen dat die grote broer werd, om onze ouders te vertellen dat ze toch nog een keer opa en oma zouden worden. En dat hadden hun nooit meer verwacht, omdat we altijd gezegd hebben van we doen het niet meer. Nou ja, en om Melle zo trots te zien dat die grote broer wordt, dat was echt super, super mooi. En je ouders die er heel emotioneel en mooi op reageren. En dat je ze weer ziet hoe blij je ze ermee maakt. En ook vanaf de uitslag dat de niptest goed was, merkten we bij onszelf van oké, we hebben vertrouwen, het gaat goed komen. En zo gingen we ook met vertrouwen naar de 13 weken echo. Nou, en daar kwam eigenlijk wel weer heel veel terug van de eerste zwangerschap. Want daar zagen ze eigenlijk vrij snel dat het babytje een fors open ruggetje had. En dat is eigenlijk, ja, het was een hele zware aandoening. En toen werden we weer voor de keuze gezet. Ja, of een kindje met een zware handicap, of de zwangerschap afbreken. Nou ja, op dat moment stort je wereld weer in en word je eigenlijk heel hard weer teruggeschopt naar de situatie met Mees. En wordt je grootste angst weer werkelijkheid. En dat was, of is, heel moeilijk. En uiteindelijk hebben wij van tevoren gesprekken gehad van dat het kindje een meerwaarde moest zijn voor het gezin, voor Melle. En nou ja, ook uit gesprekken met de artsen bleek dat het kindje zijn levenskwaliteit niet heel hoog zou zijn. En hebben we uiteindelijk besloten om de zwangerschap af te breken. En dat is heel recent gebeurd. Klasina is bevallen. En dat was weer heel moeilijk. En dat is nog steeds heel moeilijk. Ja. Ik heb Rosalie altijd gezien ook als een kleine vredestichter. Ze had het heel leuk met haar oudere broer en zus. En dat ze ook heel leuk samen speelden. En het was echt een leuk trio. En je zag al wel vanaf het eerste moment dat het overlijden duidelijk werd, zag je al wel verschil tussen hen. Waarbij toen Anne Rosalie had gevonden, Tim meteen verscheurd huilde en op de grond viel en meteen doorhad dat het, dat Rosalie overleden was, leek Elise nog heel erg te grijpen naar de mogelijkheden en naar de kans op leven. Bijvoorbeeld bij het reanimeren kwam er nog wat beeldjes uit waardoor ze dacht, oh, ze ademt nog. De hoop zat er nog helemaal in. En wat we wel daarin zagen in het verloop van de dagen en het verloop van de tijd is dat Tim veel meer naar Rosalie toe ging. Ook toen ze thuis lag, ligt ze ook op zo'n koelplaats en dat begint allemaal een beetje te bevriezen. En dan ging je sneeuwpopjes maken naast haar en echt haar nabijheid zoeken. Waarbij Elise dan eigenlijk daarna maar 1 keer terug is gekomen. En dat was bij het sluiten van het mandje. En dat vonden wij wel lastig, want je wil natuurlijk proberen om het afscheid ook voor hen zo goed mogelijk te maken. En je hebt nog heel veel tijd met hen samen, maar dat afscheid, het is maar 1 week dat je afscheid kan nemen. Durfde ze het niet? Vond ze het spannend? Wat was het? Waarom? Ze vond het heel confronterend. En ook, zoals ik al eerder een beetje zei, over het vastklampen aan hoop, het vastklampen aan het idee, misschien kan het nog, maakte wel dat ze het te moeilijk vond om daar te zijn en dat onder ogen te zien. Wat we dan wel fijn vonden was om hen, Elise en Tim, wel mee te nemen in het hele proces. Bijvoorbeeld samen het plekje gaan uitzoeken op de begraafplaats, samen liedjes uitzoeken. En Elise heeft bijvoorbeeld ook de foto gedragen vooraan tijdens de uitvaart, om hen wel een deel te maken ervan. Want Rosalie was een deel van hen en dan horen zij ook een deel te zijn van het afscheid en van die tijd die je dan samen hebt. Dus dat vonden wij wel heel belangrijk. Ja. Hey Wesley, hoe was het voor jou zo? Nee, ik vond dat sowieso het moeilijkste onderdeel, zeg maar, van het hele rouwgebeuren. Dat je dan je zoontje moet gaan vertellen dat zijn zusje is overleden. En dat doet me nu nog steeds heel veel als ik erover denk. Mevrouw die was naar het ziekenhuis gegaan omdat ze de kleine niet had gevoeld die dag. En na dat eerste overlijden wisten we ook dat dat dus niet altijd goed gaat. Maar goed, ze was nu veel verder, ze was bijna 37 weken. Nou, ze had eigenlijk... De dinsdag daarvoor hadden we een echo gehad en dat was allemaal goed. Maar ja, goed, ze voelde het toch niet. Dus uiteindelijk is ze naar het ziekenhuis gegaan 2 dagen later. En toen belden ze op dat ik daarheen moest komen omdat de baby was overleden, Yara, die was overleden. Maar ik was thuis met mijn zoontje en zij was met een vriendin naar het ziekenhuis gegaan. Maar ja, ook met het oog van ja, weet je, dat is even kijken en kijken dat alles goed is en dan mag je weer naar huis. Nou, mijn zoontje moest de volgende dag gewoon naar school. Nou ja, goed, die hoefde dus niet naar school. We moesten natuurlijk snel de jas aantrekken, schoenen aan en de auto inspringen. Ja, en dan moet je hem gaan vertellen van ja, je zusje is overleden. Dus ja, die stortte gelijk in en dat was gelijk huilen. En nou ja, toen we waren bij het ziekenhuis aangekomen, toen zei hij nog van ja, maar ik heb echt heel voorzichtig gedaan met mijn zusje. En toen hebben we ook gezegd van ja, maar dit komt ook niet door jou. En ja goed, dat blijf je toch altijd bij. Dat hij daar zo over had. Wat doet dat met jouw vaderhart als hij dan zegt van ja, maar ik ben heel lief geweest voor haar? Nou ja, eigenlijk breekt hij op dat moment weg. Weet je, je hebt net te horen gekregen dat je dochter is overleden, dus je gaat als een bezetene ga je naar het ziekenhuis toe. En daar breekt hij weg. Omdat zo'n mannetje, in mijn ogen dan, bang is dat het zijn schuld is dat zijn zusje is overleden. Dus dat moesten we voor me, of tenminste, dat was echt mijn gevoel, van dat moeten we wel zorgen dat dat eruit blijft. Hij moet niet het idee hebben dat het zijn schuld is dat zijn zusje is overleden. Dus dat hebben we hem ook echt gelijk op het hart gedrukt van, nee jongen, dit is niet jouw schuld. Nee, jij bent altijd heel lief geweest voor je zusje, want hij was altijd heel beschermend. Zodra ik ook naar mijn vrouw toe ging, naar de buik of zo, dan kwam hij al aangestierd. Nee, dat mocht niet. Dan mocht alleen als hij zei dat ik een kusje mocht geven, mocht ik een kusje op de buik geven. Dus ja, daarom hebben we ook echt gezegd van, jongen, jij bent altijd zo lief geweest voor je zusje. Dit komt niet door jou. He, dus we hebben het ook met de gynaecoloog besproken van, joh, waar betrek je hem nou wel in en waar moeten we hem nou niet in betrekken. Omdat wij wisten het ook niet. En die had gezegd van, joh, betrek hem bij zoveel mogelijk waarbij hij betrokken wilt zijn. He, als hij wilt kijken, laat hem maar gaan. Dus dat hebben we ook zo gedaan. En we hebben hem ook, net als jij, hebben hem ook met de begrafenis hebben hem laten kiezen. Dus ook met het grafje. En natuurlijk kies je dan zelf, hè, maar je geeft hem wel het idee van, joh, weet je, welke vind je nou mooi? Hè? Vind je dit plekje mooi of vind je dat plekje mooier? En dat ook hij zijn stem daarin kwijt kan. En op een gegeven moment merkten we wel dat hij daar heel erg mee bezig was. Met het hele begrafenis gebeuren. Dat hij op een gegeven moment tegen ons zei dat we de begrafenisonderneemster, die heet Hetty. Toen zei hij van, je moet Hetty even bellen hoeveel stoelen ik moet regelen voor de begrafenis. En je moet even vragen hoe groot dat gat moet zijn wat ik moet graven, waar zusjes ingaan. Ja, op dat moment hebben we wel even mijn ouders gebeld van, joh, kan jij Melle even meenemen? Want nu is hij er te veel mee bezig. Merk je dat hij daar nog steeds veel mee bezig is? We merkten wel, zeg maar, dat hij met de zwangerschap daarna, dat alles, zeg maar, dood was bij hem. He, als ze, zeg maar, ik noem even wat, als mevrouw last had van de buik, maar gaat de baby dan dood? He, dus alles was, zeg maar, dood bij hem op dat moment, in die periode. En hij wou geen zusje meer, terwijl hij daarvoor juist een zusje wou. En toen, na Yara, wou hij geen zusje meer. En toen hebben we gevraagd, ja, maar waarom dan? He, want je wou hiervoor zo graag een zusje. En toen zei hij ook, ja, mijn zusjes gaan alleen maar dood. Hoe heb jij voor jezelf gezocht? Ja, eigenlijk niet. Dus dat is een heel pijnlijk antwoord. Ik stapte eigenlijk vanaf moment 1 in een soort ongepaste zorgmodus, in een soort doelmodus. Ik weet nog wel dat ik familie van mij heb gebeld en dat ik in dat gesprek heb ik het ook verteld aan ze. En eigenlijk met het bericht erbij van let goed op mijn ouders in deze periode. En ook voor Anne, ja, gewoon haar vriendinnen ingeschakeld van hou haar komende tijd in de gaten. En ja, eigenlijk ging ik gewoon continu mezelf voorbij in dat proces. En nou, zeker met, ik noemde het net al even, met het copingmechanisme wat ik heb meegekregen in mijn opvoeding. Ja, ik ben nooit gewend geweest om in te zoomen op gevoelens waarvan ik dacht dat die daar eigenlijk niet mochten zijn. Dus teleurstelling, boosheid, onbegrip. Dus eigenlijk ja, ging ik gewoon door. En terwijl ik van binnen voelde dat ik raakte alles kwijt, zeg maar. Mijn passie voor het leven raakte ik kwijt, mijn passie voor wat ik deed. Ik worstelde enorm met mijn gevoel voor Anne ook. En ik heb eigenlijk gewoon daar geen ruimte voor genomen. Nu klinkt het heel psychologisch wat ik ga zeggen. Maar het gevaar is dat het gaat omslaan in verwijt. En ook in, ja, misschien herken jij dat ook wel met het proces wat jij net deelde, Tom. Dat je, ja, je verliest je levenslust, zeg maar. Je hebt geen passie meer voor dat wat je doet. Terwijl ik ben een enorm gevoelsmens. En op dat moment, ja, heb ik mezelf gewoon afgesloten en ben ik gewoon doorgegaan. En vooral maar niet aandacht te besteden aan wat er zich eigenlijk in mij afspeelde. Je vertelt ook in het boek onder andere dat je op den duur ook last krijgt van paniekaanvallen. Ja, ja, eigenlijk vrij snel. Ik merkte dat de dood, dat greep mij enorm aan. En nou, dat merkte ik vooral 's nachts, dat ik wakker werd met het gevoel echt dat ik stikte. En ik droomde dan vaak dat ik bijvoorbeeld een pen doorslikte. En dan werd ik wakker volledig in paniek. En het eerste wat ik dan vaak deed, was spugen op de grond, zeg maar, om maar te voelen of ik nog lucht had, weet je wel. En ik had het gevoel dat ik iets uit moest spugen. Dus ik had meerdere maanden gehad, zeg maar. Echt tot, het is in februari is het gebeurd. Ik denk tot september, dat ik bijna elke nacht wakker werd met steken in mijn borst. En met paniek, bang dat ik dood zou gaan. Ja, het greep me enorm aan, ja. Ja. Lieve Mees, 37 weken zat je bij mama in haar buik. 37 weken heb je met je broertje Melle kunnen spelen. 37 weken hebben we van jou mogen genieten. En wat zijn we dankbaar dat dit mogelijk was. Jij was zo sterk, zo dapper en zo welkom. Maar lieve Mees, nooit zullen we je zien lachen. Nooit zul jij meer met je broertje kunnen spelen. Nooit zullen papa en mama je leren surfen. Nooit zullen we jou meer kunnen vasthouden. Maar lieve Mees, dat is goed. Je was zo sterk en je ging zo mooi. Papa, mama en Melle zijn trots op jou. We zullen jou voor altijd bij ons dragen en je nooit vergeten. We houden van jou. Lieve Mees, het is goed. Ik denk dat wat ik het meest mis, naast alles, is juist die kleine momentjes. Het met haar zitten op de bank en gewoon Rosalie ervaren. Met haar praten, wie ze is en die kleine dingetjes. Dus ik denk dat gewoon, ja, het is ik mis echt de persoon. Ik mis het meest dat ik hem kan vasthouden, kan knuffelen. Echt het fysieke. En natuurlijk, dat heb ik nooit gezien, maar die gedachten, dat roepen mij wel gemis op. Dat hij niet, dat ik, Melle was straks 4, dat ik ze niet samen, voor het eerst samen met Klasina, dat we met z'n 4 naar de basisschool lopen. Dat we ze daar, nou ja, samen de mijlpaalmomenten, dat ze die samen kunnen beleven, zeg maar. Dat herken ik wel heel erg. Dat je dan toch... gaat bedenken van ja, hoe oud zouden ze nu zijn en wat zouden ze nu doen. Dat je op een gegeven moment gaat bedenken van ja, nu zullen ze ongeveer hebben gestaan. Of nu zouden ze kruipen of nu gaan ze naar school. Of, en het besef zeg maar, dat je dat nooit mee zal maken van hun. Ja, ik denk om te zeggen, ik ben jouw papa en je bent veilig. Geniet van het leven en weet hoeveel ik van je hou.